Dit is de sprinter naar Amsterdam Centraal. Met alle tussenstations, tussenstops. Oh, hij gaat er ook weer vandoor. Doei trein, later. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we lekker verder met Yoshi's Crafted World. En ik denk dat ik vandaag bij een level kom waar ik een baas moet verslaan. Maar eerst moeten we dit level doen met de trein door de mijn. Alright, paarse Yoshi. Met je mooie melkfles. Let's go. We moeten dus met de trein door de mijn. Hè? De naam zegt het al wat we moeten doen in het level. Met de trein, lekker door de mijn. En hier is de trein. Get on the train! Get on the hype train! Over hype train gesproken, de E3 zit eraan te komen, jongens. Hebben jullie een beetje hype voor de E3 dan? Als je niet weet wat de E3 is, zoek het even op internet. Het is de grootste gamebeurs in de wereld. En er komen allemaal nieuwe aankondigingen, waarschijnlijk ook van nieuwe Nintendo games. Dus ik heb super veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. En Yoshi is alvast op de hype train gesprongen. En Yoshi eet alvast Shy Guy'tjes op. Mmm, lekker zeg. Heerlijk. Nou, dit is nog wel een vrij rustig treinritje. Het vordert gestaag. Het is geen Intercity dit. Dit is de sprinter naar Amsterdam Centraal. Met alle tussenstations, tussenstops. Oh, hij gaat er ook weer vandoor. Doei trein. Later. Misschien tot de volgende keer. Tot ooit. Het was gezellig. De volgende keer neem ik toch wel echt, denk ik, de Intercity of de Thalys. Dat gaat ietsje sneller. Oh, hier staat de volgende trein alweer klaar. We moeten overstappen. Maar ik wil eerst even kijken wat hier nog meer is, jongens. Want ik stap niet zomaar op de trein, hè. Ik ga eerst even vooronderzoekje doen. Dan pas stappen we op de trein. Dus even kijken hoor, wat hier gaande is. Want hier is iets wat er met een timer... Oké, we moeten gewoon deze bloem pakken. Deze was easy. De blije bloem moesten we pakken en niet de boze bloemen. En dan zie ik daar volgens mij een dingetje wat we moeten pakken. Een stukje spoorweg. Ja, we moeten de NS ook nog helpen vandaag, jongens. De NS kan het weer niet zelf. Nee, we gaan de NS helpen. We gaan even een spoor voor ze aanleggen. Zodat wij door kunnen. Zodat onze trein... Ja, we hebben al wat vertraging helaas. Sorry, dames en heren. We hebben wat vertraging. We doen ons beste probleem zo snel mogelijk op te lossen. Zodat u uw reis weer kan vervolgen richting Amsterdam Centraal. Want we zitten nu nog maar ergens in Den Haag, denk ik. Hè? Gaat allemaal niet zo snel vandaag. Oh, kijk eens. Hier hebben we een tweede stukje spoor al. Ik zit niet echt heel erg op te letten hoeveel muntjes ik pak. Want ik had maar 1 muntje. Ik maak dit allemaal kapot. Want wie weet. Zit er nog wel een geheimpje? Nee, er zit geen geheimpje. Oké. Hier zit nog wel wat. Wat hartjes. En ik zag hier net wat bewegen volgens mij hierachter. Klopt dat? Nee, maar ik heb wel wat extra muntjes te pakken. Oké. Top. Ik heb nu dus 2 stukjes van de spoorweg. Die kunnen we hier alvast opgooien. Oh, die moeten we wel even de goede kant op gooien. Hoppakee, alsjeblieft NS. Ik moet nog even 1 stukje voor jullie fixen. Die zal ongetwijfeld hier ergens wel zijn. Yes, oké. We helpen de Nederlandse spoorwegen. Alsjeblieft. Wij kunnen onze reis vervolgen naar Amsterdam Centraal. Vanuit Den Haag vervolgen wij onze reis. En ik hoop dat u allemaal een prettige reis tot nu toe heeft. Ondanks de vertraging die zojuist is voorgevallen. Wij doen ons best uw reis zo comfortabel mogelijk te maken, beste passagiers. Maar ja, soms... Hè? Oh, dit ziet er niet meer Nederlands uit, jongens. We hebben bergen. We hebben bergen. Nee, ik heb me vergist. Dit is niet Nederland. We zitten ergens in... Ja, waar zal het zijn? Waar zal het zijn? Zeggen jullie het maar. Italië? Zijn we onderweg naar Rome? Even alle muntjes pakken. Yes, dat waren weer wat rode muntjes. Ik ben benieuwd of we ook een ster tegenkomen hier ergens. Hier staan ook weer wat rode muntjes. Ja, wat hartjes. Nog meer hartjes. Maken we even een jump. Oh. Rustig. Rustig. Er vallen allemaal stenen hier. Blokken. Excuses, de reis verloopt toch niet als gepland, jongens. Dames en heren. Het is hier veel te gewelddadig. Dit is duidelijk geen eerste klasse. Dit is zelfs geen tweede klasse. Wij zitten denk ik op dit moment 8e klasse. Maar goed, als we maar op onze plek aankomen. Dat is het allerbelangrijkste, dames en heren. Oké, dat is 1 rood muntje. Ik pak in ieder geval ook die bloem. En is dit nog een rood muntje? Yes, toppie. Ik vraag me trouwens heel erg af wie deze trein bestuurt. Want het ziet er aardig uit alsof niemand deze trein bestuurt. Ik hoop dus maar dat alles goed zal gaan. En wij veilig aan gaan komen op onze eindbestemming. Want deze trein, ik weet het niet zo goed. Kijk eens, hoppakee, nog meer van die stenen. Ah, stenen. Ah, pas op. Oké, stenen op aan de voorkant van de trein. Stenen in het midden. Oh, van de trein. Ik had niet moeten springen. Ik hoop niet dat ik daardoor rode muntjes heb gemist. Oh! Ik denk dat ik letterlijk daar net op het laatste moment één rood muntje heb gemist. Maar goed, hè? We zijn aangekomen ondertussen in Rome. Vrolijke vrienden en vriendinnen. En we gaan door de poort. Dit was een enerverende treinreis, jongens. Potverdikkie, hebben we weer één rood muntje niet, hè? Dat gebeurt elke keer. En ik denk dat we nu dus door mogen naar een baas, jongens. Magneetkracht in Little Mouser's krocht. Of is dit geen baas? Is dit gewoon een Little Mouser's level? Yahoo! Ja, nee, dit ziet er dan toch niet zo erg bazig uit, hè? Wacht eventjes hoor. Ik eet hem even op. En, oké. Ja, lekker dit. Ja, oké. Ja, lopen jullie even langs? Dan eet ik jullie op. Ja, dankjewel. Mousers eten we op. Oh, hoppa. En we hebben hier inderdaad een... Ja, oké. We hebben magneetjes. Die kunnen we dus op die blikjes gooien. En dan kunnen we zo naar boven. Tof. Helemaal goed. Hier is een, denk ik, geheimpje. Ja, dan krijg je wat hartjes. Oké, ik heb nu deze nodig. Ik ga die even hier opgooien, want ik heb zo'n vermoeden... Ja, kijk eens. Hoppakee. Dan kunnen we gewoon hier doorheen. Hoppa. Draai jij even om. Hop. Dan eet ik jou ook op. Oh, ik heb hier dus weer een magneetje nodig. Ja. Oké, ik kan die gewoon pakken. Ja, die kunnen we meenemen. En die gooien we dan even hierop. Zo. Auw. Gast. Auw. Hou eens op met die speer. Die gozer die raakt me gewoon even 2 keer gelijk. Jongen. Een Jellybeans reclamebord. Houden jullie van Jellybeans, jongens? Is dat een beetje jullie ding? Jellybeans? Is dat nom 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 of is dat get for daddy? Ik vind het een beetje zoet. Het is voor mij een beetje te, denk ik. Hoppakee, muntjes erbij. Oh, zo. Ik zag die gast helemaal niet, joh. Met zijn speer. Daarachter zie ik een Mouser. Die heeft daar wel een muntje, denk ik, voor mij. Yes! Kijk, op die manier mis ik volgens mij elke keer muntjes. Hoppakee, checkpointje te pakken. En door. Wat zijn trouwens die blauwe blokken? Dat zijn bepaalde muntblokken of zo. Hier gaan we nog meer mousers tegenkomen. Kijk, die zien we daarboven. Ik denk dat ik hierop moet springen. Ze schrikken zich kapot. Hey Mouser, mag ik voor jou mijn muntjes? Dankjewel. Ik ga even door, ja? Oké? Ja, tot de volgende keer. Het was gezellig. Gooi ik even de magneet daarop. Neem ik even dit cadeautje mee. Want ik hou van cadeautjes, jongens. Staat er weer zo'n gekke flappie op, hè? Ja. Deze gasten, jongen. Oké, en door. Die mousers die zijn hier aan het overgooien met muntjes. Zou dit een rood muntje zijn? Jazeker. Oh, rustig. Eet op. En door. Hier moeten we naar beneden. Moeten we dit naar beneden? Ja, oké, naar beneden bouncen. Hoppakee. Dan gaan we gewoon even boven hun langs allemaal. En door. Oké, hier is weer een timer ding. Ik moet hier... Oh, wacht. Hoe eet ik die op? Oh, die moet ik denk gooien. Hoe kom ik daar? Oké, nevermind. Ik heb dus blijkbaar een bloem gemist. Hoe kom ik daar? Hoe moet ik die pakken? Oh, ik kan natuurlijk ook gewoon zo naar boven. Ah joh, oké, dit was helemaal niet moeilijk, jongens. Sorry, dit was helemaal niet moeilijk. Ik kon gewoon letterlijk zo naar boven. Met mijn tong. Zo. Potverdorie. Daar baal ik van, jongens. Eens even kijken, hier is nog iets wat we op tijd moeten doen. Dat is die muntjes pakken. Waarmee ze aan het overgooien zijn. En ja hoor, dat was hem al. Hoppa. Kijk, dit ging wel soepeltjes. Hierachter is nog een mouser met een muntje. Geef mij het muntje. Dank u. Dus even kijken. Ik heb nu deze opengemaakt. Dan heb ik zo'n vermoeden dat ik dit magneetje mee moet nemen. En deze kant op moet. Yes, die moet ik dan daarop gooien. Maar de poort is nog niet helemaal open. En er staat nog een irritante gast bovenop. Oh, daar ligt er nog een. Oké, kan ik die... Oh, kijk eens. Geheimpie. Ja, dat hadden we zelf ook al door. Oh, maar we hebben nog één muntje. Oké. 1 extra muntje. Ik moet dus nu... Ja, oké, top. En dan moet deze denk ik ook hier aan. Ja, oké. En nu kunnen we dus inderdaad door. Hoppakee, volgende checkpoint. Muntjes! Oké, we moeten nu weer een mouserpuzzeltje oplossen. Hier zijn 2... Ja. Dat is niet echt een puzzel trouwens. Oh, ze gaan... Oké, jullie gaan nu vervelend doen. Met z'n allen. Mag ik ook die muntjes trouwens even? Hé, gozer. Hallo, met je muntje. Geef me die muntjes. Oh, oké, ze gaan er weer allemaal vandoor. Ze zijn er klaar mee. Jongens, ik wil even dat ene muntje hebben. Even rustig. Nu. Alsjeblieft. Dank u. Top. En dan wil ik nu die magneten hebben. Jongens. Kappen nou. Ik ben er nu zat. Geef mij magneten, anders moet ik een ei op je hoofd gooien, hè? Hier. Oh, yes. Hey, dat is één. Top, dat is één. Die gasten zijn vervelend. Jongen. Hé, wacht eens even. Volgens mij kan ik hier naar boven. Daar gaan we zo eens even naar boven. Even dat magneetje pikken. Geef mij die magneet, jongen. Hop. Hé. Gast. Dank u. Dank u wel. Die mousers zijn wel geinig, trouwens. Ze zijn wel leuk. Dat moet ik eerlijk toegeven. Die mousers die zijn wel leuk. En ik heb gewoon 2 bloemen gemist. Ja, die ene weet ik. Die andere weet ik niet. Anyway. Ik ga gewoon lekker door. Nee, ja, top. Ja, oké. Hier is nog iets. Dat zijn 3 rode muntjes. Daarachter is nog een mousertje. Maar ik heb geen eitjes meer. Ah, joh. Oké, wat gaan we hier doen? Hier gaan we op. En dan moeten we dus daar misschien wel naar boven. Hoe gaan we dat doen? Ik kan deze pakken. Dan kan ik deze hierop. En dan kan ik deze pakken. Ja. Dan plaatsen we die terug. Ja, top. En dan kan ik deze weer pakken. En dan kan ik hier weer op. Althans, dat hoop ik dat ik daar op kan. Ja, dan kan ik op. Dan gooi ik die magneet daar. En dan moet ik uitkijken voor jou. En ook uitkijken voor jou daarboven. Want jij hebt sowieso daar nog iets, jongen. Jij daar linksboven. Ja. Kijk, hoppa. Hebben we in ieder geval toch nog ook die laatste bloem te pakken. En dan vreten we even iedereen op. Hoppakeetje. Dit is vet. Dit was een leuk einde van het level, jongens. Dit was een tof level met die mousers. Ik vond het sowieso 2 toffe levels. De vorige level vond ik ook hartstikke leuk met die trein. We krijgen een extra bloem omdat we wel 100 gouden muntjes hebben gevonden. We krijgen een extra bloem omdat we de hartjes hadden. Maar ja, toch weer die rode muntjes. Die schijnen wel lastig, jongens. Die rode muntjes. Om die allemaal elke keer te vinden. En zo hebben we ook dit level weer uitgespeeld. Ik ga eens even kijken bij die kostuums. Misschien heeft dit level wel weer leuke kostuums, jongens. Tijd om even wat nieuwe pakjes te scoren. Yo, ik zag een mouser kostuum. Die wil ik hebben. We mogen 1 keer gratis draaien. Super chill. Dankjewel. En wat krijgen we daarmee? Volgens mij was die Mouser inderdaad wel een rood palletje. Wat is het? Ja, Little Mouser. Die vind ik awesome. Die wil ik aantrekken. Ja, kijk hem. Helemaal in het paars zijn we nu. Weet je, ik ga gewoon alles hier uit deze automaat trekken. Want we hebben genoeg muntjes. Dat is top. Hoppakee. Heel de automaat is leeg. We hebben alle kauwgomballen gepakt. Die is trouwens ook wel tof. Die ballonkat. Dat is wel nice. We hebben een roze terreinwagen. Dit is de epische blikvogel. Een zilveren kruiwagen. De volgende is een mijnwagen. Dan hebben we er nog 4 over. De blauwe treinwagen. De condordoos. De condordoos. Buffel. Die is ook vet. En de bonbondoos. De bonbondoos. Die is echt wel weer nice gevonden. Ik denk trouwens dat deze mij beter staat. Ja, deze staat mij beter. En dan kunnen we weer door naar het volgende level. En deze is echt helemaal kapot, hè. Dit is niet gewoon moe of boos. Deze is helemaal kapot. En deze moet 15 bloemen van ons hebben. Dus alsjeblieft, hier heb je 15 bloemen. En nou ja, hij voelt zich weer kip lekker. Hij gaat even aan de kant. Top, dan kunnen wij er langs. Ja, mogen we? Dank u. Heel hartelijk bedankt, hoor. Het is bijzonder om hier toeristen tegen te komen. Bezig met een wereldreis. Ja hoor, maar we zijn eigenlijk vooral op zoek naar speciale stralen. Inderdaad. Ik zag een rare vogel in een blauwe jurk door de lucht vliegen. Misschien was hij op weg naar een bal. Volgens mij is dat hier. Ik denk dat dit die rare vogel is, jongens. En die rare vogel, die gaan we verslaan in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo en Yoshi en al dat soort video's. Ja, mogen we? Dank u. Heel hartelijk bedankt, hoor. Het is bijzonder om hier toeristen tegen te komen. Bezig met een wereldreis. Ja hoor. Maar we zijn eigenlijk vooral op zoek naar speciale stralen. Inderdaad. Ik zag een rare vogel in een blauwe jurk door de lucht vliegen. Misschien was hij op weg naar een bal. Volgens mij is dat hier. Ik denk dat dit die rare vogel is, jongens. En die rare vogel, die gaan we verslaan in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo en Yoshi en al dat soort video's. En wil je me live zien streamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!